Welkom weer bij onze nieuwe vlog. Hey, doei! Ga je maar niet zo druk, hè, Sis? Valt best leuk. Hallo, dit is Frankie. Ga je met mij mee naar huis? Zou je ook nog een hondje erbij willen? Nee, helemaal. Ik ben helemaal verliefd. Nou, oh, dit is zo schattig. Het is onze shoot-up. Work it, Marie, work it. Mooi hoor, girlies. Vind je het mooi? Ze zijn stil. It's a ring! Oké, jongens, het is een beetje donker, want we zijn op vakantie in Ibiza. Vandaar even een momenteel even een andere dagboekzetting, maar ik hoop dat jullie het niet erg vinden. Welkom weer bij onze nieuwe vlog. Ik ben Marie en dit is Julie Reiners. En wij zijn Reiners. En wat we allemaal in deze week vlog gaan doen, is dat we naar het event gaan van onze zus Reiners Food Fashion. We hebben een kidshoot met de Reiners collectie. En we gaan de allereerste beelden zien van mijn liefste kleine hondje Frankie. Dus ben je benieuwd? Blijf kijken. En blijf abonneren en reageer op onze vlog, want er komen veel meer leuke dingen aan. Dus blijf subscriben. Love. We zijn weer thuis. Waar zijn je ballonnen? Oh, daar zijn de ballonnen. We zijn weer thuis. Prachtige tas. Hoe mooi is de kleur? De mooie kleur. Oh, al die dingen erin. Ik word helemaal gek. Misschien ga ik die wel lenen dan. Oké. Zit hier de sieraden in? Nee, het zit in die centraal duspack tas. Ben ik een doos aan het zoeken. Stinky, mama gaat niet meer weg. Mama gaat niet meer weg. Ga maar zitten. Mama gaat toch niet meer weg? Nee, love you. Is je die? Oh ja, die oorbellen, mama. Ja, prachtig. Very nice. It's very nice. Very nice. But I love those. Oh, jammer, ja, dat gaan ik cadeaus geven. Ballonnetjes. En ik heb mijn nieuwe Fisherman's hat op. Two? Ah, ik ga een eentje pikken voor die pizza. Zo, ik ben met bedje. Het is de day after dat we zijn aangekomen. En we gaan nu naar het leuke event van Romee. Een Reiners Food Fashion. En ze heeft ook ijs koffie. Dat vind jij lekker, toch? Een barista. Irish. Ja, met ijs alcohol. Koffie. Nee, echt ook. Ja, dat is met alcohol. Ijskoffie. Nee, ik bedoel ijs. Koud. Ik dacht Irish. Irish, no ice coffee. I love ice. Coffee. Weet je wat een hitte, hè? Ik moet een broek aandoen. Helemaal niet zo druk, hè, Sis? Nee, hè? Valt best leuk. Ja, de pils in de house. Ze kan weer lachen, hoor. Ja, het is weer druk. Oh, kijk eens hoe gezellig van deze meiden. Hallo! Hi Dani! Lekker druk, hè? Goh, het is super druk bij mijn zus en bij Daan. En de rij loopt echt helemaal door naar achter. Afrekenen, 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 afrekenen. Trakta! Red jij het nog? Ja. Ben je blij met je big summer sale? Er is niet tegen op de box, joh. Nee. Ik heb de rij al gefilmd. Ja, ja, ja. Marie, wil jij ook een beetje gaan werken? Vieze fruit in bij je. Nou, je wilt op je language leggen. Lekker bezig hoor, ma. Mami is al zo busy. Gezellig. Ik heb zo'n hemdje aan. Mag ik dit hier? Nee, is daar. Nee, dat moet je niet doen. Are you filming or not? I am. You are. Oh, je ding zit helemaal los. Ja, het is gevallen in China. Heb ik ook een zweet. Gaat alles goed, jongens? Wat? Heb ik een zweet? Oh. Nee. Nee, jij hebt het wel? Wel. Maar ik ben helemaal enthousiast van het hondje. Heb. Waarvoor noem je het hondje niet Lizzie? Lizzie en Cherie. Kutwijf. En ik ga je doen. Weer een best? Ja, tuurlijk! Ja. Super gezellig dat je er was! Doei! Doei! Wij zijn deze vlog ook naar onze zus geweest, naar China. We waren heel erg brak door de jetlag. Zij ja, we hadden een mega event in de winkel. We hadden het echt al iets van 3 maanden geleden gepland. En we wisten niet dat we pas de dag ervoor naar China terug waren gekomen. Maar het blijft wel goed in je ritme. Want ik denk als we normaal hadden gesproken, hadden we al lang in bed gelegen. Ja. Dus het was heel geslaagd. We hadden een summer sale gehouden. En ook meteen dan een meet and greet met ons. En om onze nieuwste wintercollectie te promoten. En eigenlijk was het stikheet weer. Het was weer. Onwijs druk maar event. Maar het was alsnog heel erg druk bezocht. Dus echt superleuk. Ook weer eventjes mee te helpen in de winkel en alle meisjes te kleden. En dankjewel voor dat jullie zijn gekomen. Ja, het was echt heel gezellig. Onwijs van. Het is vandaag maandag. Ik heb mijn werkdag gehad. En we hebben heel leuk nieuws. Want ik krijg mijn vriend een hondje erbij. En het is ook een pomeriaantje. Een grijze met wit. En we gaan hem Frankie noemen. En we gaan hem dus vandaag ophalen. Dus ik ga jullie meenemen vandaag. Ik ben alleen benieuwd wat Chirietje ervan gaat vinden. Chirie, ga Frankie ophalen. Je broertje. Lijkt je het leuk? Wij zijn onderweg naar Frankie. Frankie. Hoe zeg jij Frankie? Frankie. Frankie ook toch? E spreek je het uit in plaats van A. Ja, denk het. Frankie. 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 Nee, niet Frankie. Jullie en Frankie en Stinky. Ik ben zo benieuwd hoe we niet kunnen slapen. En jullie? En heb jij niet kunnen slapen? Mijn broertje? Ben benieuwd hoe je het gaat vinden. Je blijft altijd op alles zoals jullie. Ja. Ga Frankie ophalen, jullie. Ja, 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 ja. Frankie. Frankie.
bye. Oh, kleine ettenbak. Kijk eens. Nou, zo verliefd. Hi, Frankie. Ga je me bijten? Sherietje. Sherietje, kom eens bij je nieuwe broertje kijken. Nee, dat vind je niet leuk. Hallo, dit is Frankie. Ga je met mij naar huis? Ik ben helemaal verliefd. Eerste nacht overleefd. Hallo. Oh, en als je een beetje verkouden? Maar hij is wel heel lief. En Sherietje is nog heel even wennen. Hij verstopt zich. Sherie, ga je mee? Kom liefje, ga naar buiten. Frankie, kom eens naar mama. Ben je moe? Eerste dag mee naar kantoor. En het gaat goed, hè? Hi, knapperd. Stinky is ook helemaal verliefd op Frankie. Hè, Stink? Vooral nu echt nog een puppy dat hij lekker aan het slapen is, hè. Waarom heb ik voor de naam Frankie gekozen en niet Willem, Yeezy of Dol? Ja, nou, zo jammer dat het geen Yeezy heet. Dus de inbreng was Yeezy. Alleen mijn vriend kon het nauwelijks uitspreken. En naarmate ik het vaker hoorde, dacht van nou, het was toch niet echt bij ons. Toen had ik ook Willem inderdaad, maar daar hadden we ook geen goede ervaring mee. En nee, toen kwamen we dus opeens op de naam Frankie. En we vonden het ook wel leuk dat IE is en ook Cherie IE. Marie IE. Marie IE en Jurie IE. Dus nu hebben we Cherie en Frankie. En nee, het is niet van die Ajax voetballer Frankie de Jong, want die kent Marie niet. Nee, het is van de serie Grace en Frankie. Voor de mensen. Daar heb jij het van? Nee. Hoe heb je het dan? Gewoon. Frankie. Gewoon. Nee. Je moet het gewoon ergens van hebben. Nee. Oké. Frankie is nu 4 maatjes. Hij is wel echt heel klein. Heel stout. Hij is stout. De helft van Cherie. Hij is echt heel stout. Net zoals Stinky. En Cherie vond het in het begin niet zo heel leuk. Maar ze gaat er wel steeds meer aan wennen. Dus ik ben wel heel erg blij dat ze nu eindelijk een beetje... Sst. Vriendjes worden. Zijn en ondertussen gaan wij bijna uit. Dus we zijn shotjes aan het nemen. En helemaal enthousiast. Dus... Vandaar dat we een beetje luxe uitzien. Ik ga zo mijn auto laten zien. Ook echt heel erg snel, omdat we dit heel snel willen rappen. Wel voor jullie willen filmen, maar we willen het ook niet vergeten. De taxi staat al beneden, dus je vandaar, begrijpt. Je begrijpt. Onze haast en onze outfitsfest. Sjultje, zou je ook nog een hondje erbij willen? Nee, hell no. Eigenlijk is Frankie al een soort van mijn hondje ook. Stinky is ook een beetje van mij. Dus we hebben er nu eigenlijk al 3 en heeft... Kom, dat wacht op. En heeft Romeo nog 2. Mama heeft er nog 1 en Bizou dus 2. Dus we hebben nu 7 hondjes. Ik vind het wel eventjes prima. Het is wel en genoeg in ik moet zeggen, Marie is veel verzorgder dan ik. Dus ik denk dat ik aan eentje al ruim genoeg heb. En ik moest ook in het begin wel wennen hoor. Met tillen, allebei handen. Maar nu heb ik er wel een draai in gevonden. En ik wil ook zo'n riem met 1 hengsel en dan 2 touwtjes. 2 touwtjes, dat is veel makkelijker. Ja, dat is ook veel makkelijker. Oké, het is vandaag zondag. Het is onze shootdag. Ik heb er onwijs veel zin in. Jules alvast weg, want hij ging boodschappen doen. Daar heb ik voor al die kleine dolls even broodjes gehaald. Salades voor onszelf. Even wat drinken en snoepjes om ze te lokken. Ik heb hem weer heel mooi opgemaakt door Harley. Ik ben er super blij mee. En ik ga dan nu richting kantoor lopen. Want we moeten dingetjes nog voorbereiden. We hebben het wel heel gezellig gemaakt. Reinerskussens. Jawel, Reinerskussens. Op de banken, ontbijt kleed, lekker geurkaars. Alle setjes zijn klaar. We hebben onder andere ook matching outfit aan. Straks met die dolls de Reiners Twinset in het grijs. Super leuk. We gaan de wintercollectie shooten en dat willen we eigenlijk volgende week nog al gepost hebben. Dus dan zien jullie al het resultaat. Cooper gaat ons helpen. Echt super fijn. Cooper is namelijk zo goed in portretfoto's. En Sean en ik gaan ook mee op de foto voor het twinning effect. Dus het wordt een hele gezellige dag. Het is altijd wel echt mega druk met die kindjes. Dat is wel intensief, maar als we eenmaal die foto's hebben gemaakt, is het zo schattig. En Sean en ik hebben dus de neiging om alleen maar donkere kindjes uit te zoeken met leuke krullen. En gewoon donkerbruin haar als onszelf. Dus we hebben heel weinig blond. Dus we moeten de volgende keer even opletten dat we echt wel alles willen laten zien. En we willen ook alle meisjes laten zien, maar soms lukt het gewoon even niet. We hebben wel Summer en Louise voor de oudere kindjes gekozen en die zijn wel blond. Dus ik heb er echt onwijs veel zin in. Mijn make-up zit al heel erg mooi. Dat scheelt altijd een hoop voor de foto. En je ziet het al, ik moet lopen. Jules reageert niet op de telefoon. Zal me ophalen, maar het is gelukkig ook gewoon prima weer. Dus ik loop gewoon. Dus ik zie jullie straks. Ik ben iedere keer nog zo trots als ik het voorbij het pand ben. Echt. Hi sis! Ja? Nee! Zou je wat willen? Ik. Ja, mooi. Ik had mijn eyeliner vergeten. Oh, dat is mooi. Oh, nice girl. Nice girl. Trans. Zo, hier kom je onze fotostudio in. Het gaat vandaag allemaal in deze cabine worden geshoot. En dan heb ik het heel even gezellig gemaakt met ons kleed voor nu. En de Reinders kussens. Jawel, jawel. En we krijgen hele lieve meisjes vandaag. Dit is Solange. Zij is echt een nieuw Reinders dolletje. We hebben Mia Bella weer. Die is vaak op de foto geweest. Emilien is ook vaak op de foto geweest. Nou, Zoe Lin hebben we nog nooit gehad. Maar wel op Instagram. Echt super leuke foto's maakt ze altijd. En hebben de 2 oudere meisjes hebben we dan Summer. Een blond meisje. En een Louise. Die is ook vaker bekend bij ons. Summer was 2 jaar geleden bij ons. En die is nu weer gewoon terug. Dus dat is wel heel erg leuk. En we hebben echt hele leuke setjes voor die kleintjes. En alles dus perfect met Minimi en met ons. Cooper is onderweg. Mama en Jules gaan nu boodschappen doen. Ik ga nog heel eventjes een tafeltje halen voor de lollies. En even Reiner stoeltjes. Wij hebben de fotostudio een beetje omgetoverd. Een beetje Reiner branding. Mama helpt vandaag mee. En Chelsea!
We hebben hier de stoeltjes neergezet waar die kleine modelletjes op kunnen zitten voor de fotografie. Outfitjes klaar, eten klaar. Eerste kindjes zijn binnen. Hey Sky! En Mia Bella wordt weer door Harley mooi gemaakt. Mooi hè? En Zoe is er ook. Kijk nou, wat een hummeltje. Die lange wimpers. Wat ben je mooi. Wat doet ze nou, hè? Leuk, in de twinsetjes. Bij Harley in de make-up. Glittertjes. Oh, zo zoet. Ga je met je bril op de foto? Is wel leuk, hoor. Iedereen heeft een ander kleurtje aan. Amy heeft een mooi bruin kleurtje aan. Grijs, zwart, crème. En Sky heeft burgundy aan. Hé, Skytje. Oh, kijk ze nou staan. Jut en Jul. Als je twee voeten op de grond staat, staan jullie staan. Schattig hoor. Het zwaaien. Het zwaaien. Ik denk dat die knieën wel raar vind. Ik denk dat ik staand leuker vind. Het lijkt wel een spinnetje. Nee, ik zou misschien een klein beetje schuin zitten. Kikkies. Kijk maar uit, ik val je naar achter. Oké, nu even leuk weer lachen. Even mooi staan, zo. Even mooi staan. Ja. Oh, ga ons maar lekker zitten. Nee, je moet wel even gaan zitten. Kijk eens, hoe gezellig. We zijn hetzelfde gekleed, hè? Gaan we zo gezellig een foto maken samen? Gaan we een gek foto maken? Ah, ja, ik hoop het wel een keertje. Gezellig zou dit zijn, hè? Zullen we een fotootje maken? Gaan we allebei dit doen? Ja. Sky. Was je lekker op de foto? Goed hoor. Oeh, twinning. Lekker broodje eten. Oh, en er is zo'n mooie foto gemaakt. Met de lollies. Even voor de foto met Mia Bella. Goed hoor. Ja. Mia, kijk eens. Goed zo! Kijk, ze weer schil. Haar is prachtig. Nou, dit is zo schattig. Nou, dit is zo lief. Mooi dit, hoor. Oh, er is wat gemorst. Oh jee, dus Marie staat eventjes achter de... Kindjes madness! Nou, de suiker is goed erin geslagen. Wat spelen jullie? Wat spelen jullie? Tikkertje? Love Rangers! Twinning. Ja, eigenlijk jij. Oh ja, eigenlijk ben ik hetzelfde. Jullie zijn nu ook twinning. It's a winning. Hoe lang geleden is die shoot van de vorige keer? 2 jaar? Met die twin set? Ja, hè? Ik ben helemaal bijgekomen, Koep. Wat vind jij? Al die kinderen. Ah ja, ik ben zo snel, mam. Ik ben zo snel. Girls in progress. De armpje, ja, kan beter. Allebei misschien alle handen in de zakken, is dat leuk? Ja, kan ook. Nog. Probeer allebei je handen in de zakken? Ja. Mooi. Daar staan ze. Zo mooi met z'n viertjes. Gaat goed, girls? Kan nog iets meer strakker dan mij nog? Ja, stop. Mooi. Nou, een klein wappertje. Wappertje, wappertje. Zal ik het doen? En rechte rug proberen. Ja, Jutjes. Zoals jullie zeggen, beeldig. Beeldig, ja, dat zeg ik heel vaak. Hè. Beeldig. Ik ben lekker aan het filmen. Ik ben naar Cooper aan het kijken. Beste ever. Beste uitzicht ever. Work it, Marie, work it. Mooi hoor, girlies. Vind je het mooi? Kan het ermee door? Ze zijn stil. Yep. With your girls. Oh, wijs. With your rhinoceros girls. Oh ja. Duckfish. Ik ook heel leuk. Nog een keer. Ook iets in mijn. Maar hetzelfde houden met je vinger bij te pakken. Oké, it's a wrap. It's a wrap. It's a wrap.
foto gaan we snel posten met Koopa. Zo, stay tuned, Koopa. Yes, Koopa. Yeah. Jullie zijn klaar. Here we come. En ik heb Michiel een koffer meegenomen. Oh, ik ga aanklikken. Ik ben heel dom. Ja, ik ga mijn koffer pakken. Ja, we hebben net de kindershoot gehad. Het was echt superleuk. It's a wrap. Wow. Thanks, sister. We hebben een hele leuke... Wow, leuke foto's gemaakt. En deze make-up kan ik wel goed hebben op foto's. Maar zo vind ik het nou niet dat ding. Je bent prachtig, Marie. Hmm. Oké, okay, love you. Zie je zo. Tot zo. Zo, nu zit blij met het resultaat van de kindershoot. En gaan we nog de foto's binnenkort snel posten. Zeker. Wij hebben een paar foto's al gepost. Dus die hebben jullie al voorbij zien komen. We hadden een paar nieuwe kindjes. Zoals Ruby. Ja, even bed opmaken. Ruby was super. Zoey was super lief. Zoey was nieuw. En Solas. Die vond ik nog wel een beetje eng. Maar dat is natuurlijk altijd in het begin. Ze kent ons niet. En ze zijn natuurlijk hartstikke jong. We zijn super blij met het eindresultaat. Want echt, de jonge meisjes zijn echt hele schattige foto's geworden. En die ouderen waren zo volwassen. Zoet. En ze waren aan het knuffelen. En ze waren ja, zo lief. Te leuke foto's. En dat gaan we dus binnenkort met jullie delen. We hebben nu nog maar één laten zien, maar we hebben er nog 40 om te posten. Dus, En helaas zoeken we geen kidsmodellen meer, want we hebben nu best wel een groot klantenbestand. Klantenbestand. Modellenbestand, dus elke keer een meisje nodig hebben, contacten wij die. Maar dank jullie wel allemaal voor je mailtjes, want zo hebben wij wel Zoey gevonden. Ja, en Solas. Dus blijf wel ons Instagram in de gaten houden voor de nieuwste collectie. Want de foto's zijn echt te schattig. Too live hoor. Too live. Wij zijn nog steeds in Ibiza. De eerste paar dagen heb ik dan ook gefilmd. Ik was hier met Jan en Mike. Ja. Marie is nu komen invliegen met Coco en Chris. Dit gaan we dan ook in de volgende week. In de volgende week vliegen zien. We zijn nu onze eerste dag samen. Dus we hebben alles gefilmd. We hebben onwijs veel gekke leuke momenten. We gaan uit. We hebben uit eten. We hebben de beste leuke hotspot. Onze outfitjes gaan we filmen voor jullie. Ja. En nog zoveel meer. Dus ben je benieuwd? Blijf subscriben. Dan kan je de volgende vlog zien binnenkomen. Ja. Love vanuit Ibiza.